en niet kon wachten. Maar dat was een proeftrek. Dan kunnen we nog net eventjes prijzen voor uitreiken van de hotstocks. En die hebben we dan bij elkaar. En dan gaan we weer naar plaats nummer 3. En die spektakel. Deze kant is het charme bij de proeftrek gehad. Met daarbij even de vermelding natuurlijk nog van zaterdag 31 juli. De tractorpoeling in Katzand. Bij deze ook nog een keer genoemd. Het Dutchfeestje sluiten wij hier eventjes af. Wij wachten de sleepwagenafstelling af. De officiële. Maar aan jouw kant eerst het spektakel. De Cobra 2 reloaded. De Paul Meneers. Die net het toerental niet kan bereiken. Wat hij zo graag wil, denk ik. Wel een enorm fraaie machine. Heel fraai gespoten. Vlaggen denkt, jongen, dit zijn mooie tractoren. Die begint aan de rechterkant met vlaggen, dan loopt hij ervoor langs en dan gaat hij de andere kant ook nog eens een keer bekijken. Kortom, echte genieters hier met de vlaggen in de handen. En het is natuurlijk smullen bij al die beelden die je hier ziet. En wat dacht je bijvoorbeeld van de tent aan de overkant? Staat het wagenverstand wat zwaar, Erik? Ik kan het echt niet horen vanwege het geweld van de vent die hier langs komt, die toch een beetje last heeft van een stukje glad. Ja, ik wilde zeggen, staat het wagentje zonder het zwaar, maar... Ja, nee, de wagen staat zwaar en de grip die liet even een klein beetje te weg naar Achterkerken. En oh, zo mooi opgebouwd. Een stukje bij. Hij laat het heel even zijn jou. Dus goed, Erik. Even wat overleg daar achter in het park voor mij, denk ik. En dat betekent dat wij hier op dit moment dan even niet het laat ik zeggen, spektakel hebben of zaken te melden hebben waarvan ik zeg nou die branden op mijn lippen. Ik denk dat wij de situatie hier aardig onder controle. En als die voedselkoppeling dat houdt en de veiling weg blijft, wil ik zeggen, dan gaat dat. U kent dat wel, hè? Zo'n feestje ergens midden in het dorp. Ik kom er zo even op terug, maar hou deze, het einde van deze trekpoging even in gedachten. Het einde van de trekpoging als hier zojuist, dat feestje in het dorp, hè? Je drinkt nog even wat en je zegt van ik doe het rustig aan jongens, ik ben op tijd thuis, niks aan de reis. Ik ga gewoon met de fiets, dus helemaal de standaard landbouwtractoren. Dat heeft nog wel wat voeten in aarde voor de juiste bediening. Daar lijkt iets in de aandrijving mis te gaan. Oftewel een motor die hopelijk dan ook weer niet over zijn nek gaat. Wat bedoel ik daar dan mee? Dat is een hele korte term voor de uitdrukking. Dat als die motor op werken hangt, op taberen, volle belasting en er sneuvelt iets te strijden om de hoogste plaatjes. De Maniac komt steeds dichter bij de top. Bij deze nagebouwde Volvo. Waar we die 18's zagen in de hotstockklasse, is dit de heetgewassen versie. Komt ie! En dat knijpt al van leeuw, maar die wagen staat zwaar jongens. Ze krijgen er de gang niet meer. Oh, even de noodstop. Chuck. Dichttrekken dan in. Want ik denk dat er een plunger in de brandstofpomp vastsloeg, waardoor dat die motor zoals we uit de schuur komen.
Zo, dat gaat hem toch niet helemaal hoor. Kijk maar aan deze kant aan de machine die denk ik uit het Zeeuwse land komt. Want anders noem je hem vast geen Luctor et Emergo. En deze John Deere combinatie gaat ook steeds beter in de compact dieselklasse. Hoor die turbo eens toertjes gaan maken. Langzaam, langzaam, langzaam gaat dat sneller en sneller en sneller. En daar komt ie! Wauw! Oh, ik denk dat gaat wel heel erg hard. En dat ging ook heel erg hard, maar was van zeer korte duur. Oei, 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 daar is schade. Dat kan bijna niet anders. Althans de combinatie dan. Maar nu met Laurent Welte ook zeer goed onderweg. De man uit Kruisland, West-Brabant, gaat nu van start. Schade op schade op schade en wat een lastige runs, bijna allemaal. Wat had deze aandrijflijn ook? Ja. Loopt op dit moment op plaats nummer 2 in het Nederlands kampioenschap. En Dinkie Dinger, die er afgesleept wordt, die gaat op plaats nummer 3 in het Nederlands kampioenschap. Dus er zijn weer mogelijkheden. Voor deze combinatie Antoine, denk ik, op de bok. Daar komt ie. En hij maalt en hij werkt. En hij komt dicht bij de koelkoelheid, maar of hij er daadwerkelijk is. We gaan het zo zien. Moving Mountains got a pull up. Ieder verder nog steeds gehoord, Ricky kom nou, Ricky kom nou. Dus vandaar dat ik zeg, ik doe even een bakje koffie. Dat is het verhaal erachter. He? Onvoorstelbaar. Laten wij kijken naar wat er gebeurt op de baan. Want Aaltje Vos heeft de plaats genomen achter Brodderstooi. En dat betekent of trouble of victory. Wat gaat het worden? Denk ik dat dat ding ongeveer maakte. En richting de lijn, maar het is allemaal goed gekomen. In het begin van het seizoen legden ze deze machine nog eventjes op één oor, zo aan het eind van de baan. Maar dat wederom bij de prijzen, de Maniac! En de Maniac gaat met een prachtig wat ze doen. En de week naar huis. En de plaats nummer 2, want zo worden de prijzen toch weer eens mooi op een andere manier verdeeld. De beste Fraction, Evert-Jan Loenhorst. Jazeker. Hoi! Hoi! En zo. Zo gaan we langzaam door naar plaats nummer 1 bij de competitiezels. En dit kan weer heel spannend worden voor de competitie. Maar daar hebben we het later weer over. Plaats nummer 1 is voor de Moving Mountains Gadepoller met Antoine Bimmans en 2 van de 5 Jezus. Kijk eens hoe mooi dat het verdeeld wordt. En zo staan ze allemaal op het podium. En vragen voor jullie een geweldig applaus voor deze compact diesel. Die van Pieter de Wink. Dank jullie wel. En nu we dadelijk in de standaardklasse. Dan is even dik over. Aan jou.